Ze ben net per vast alleen nog maar Partij van de Arbeid, meesken, zei Monas ik in zijn persconferentie, maar volle breder. Maar die vraag kan ik natuurlijk volle beter stellen aan Jacques Monas zelf. Die zit jonken mij. Ja, Monas, op wat voor meesken mikken je eens? Nou, het zijn mensen die we afgelopen week hebben gebeld, gemaild, met wie ik gesproken heb. Die uit eigenlijk alle hoeken van de samenleving. Er zijn mensen bij die zeggen van, ik heb vroeger PvdA gestemd en met dit verhaal ga ik op nieuwe wegen stemmen, ga ik op jou stemmen. Er zijn mensen die zeggen van, ik wil eigenlijk geen PVV stemmen, maar de politiek luistert niet. Ik vertrouw het niet meer. Maar met dit verhaal heb ik gelukkig een alternatief voor de PVV. Maar er zijn ook mensen bij van de VVD, van de SP, die zeggen, eindelijk een verhaal wat echt luistert naar wat er leeft in de samenleving. Dus bijvoorbeeld niet wegkijken als er problemen zijn rond immigratie of integratie. Maar ook luisteren naar de bevolking als er een referendum is geweest. Niet dan op een gegeven moment zeggen van, nou, we doen het toch lekker niet. Gewoon afspraak is afspraak. Moet je nakomen wat je beloofd hebt. Ja, dat binnen punten dat jou je onderscheiden van de Partij van de Arbeid. Jou hier en Jerik en Pierre Meesken, gewone Meesken Mijn nam naar de persconferentie. Wanneer ben je echt op het idee gekomen, ik begin van mezelf? Nou, weet je, er zijn heel veel mensen die al tijdens die lijsttrekkersstrijd, toen ik net in zat, zeiden van, nou, je krijgt toch geen ruimte bij die Partij van de Arbeid. En ik had gedacht dat ik wel die ruimte zou krijgen, maar dit is wel het verhaal, het echte sociaal-democratisch verhaal. Nou, toen dat allemaal niet doorging, dan op een gegeven moment kreeg je heel veel brieven, weer reacties. Dan een groot interview gehad in een landelijk ochtendblad. En toen stroomde het echt van alle hoeken en gaten naar me toe. Ga door, want dit is eindelijk het verhaal waar Nederland op zit te wachten. En ja, toen dan op een gegeven moment zeg je van, zal ik het dan toch doen? Nou ja, gelukkig mensen om je heen die je willen steunen, die snel willen doorpakken en de knoop doorgaat. Ja, dus maar het ophouden bij de PvdA, wie dit nog net, jouw plan? Nee, dat was niet het plan. Kijk, je denkt daar ooit wel eens over na, van als het nou niet werkt bij de Partij van de Arbeid. Maar ook op die zondagavond bij de Partij van de Arbeid heb ik gezegd van, stel nou gewoon een proeflidmaatschap in, dat je voor één maand lid kan zijn. Dat wouden ze niet. Als ze die avond hadden gezegd, prima, dan doen we dat ernaast. Dan had Jacques Monas nu gewoon meegedaan aan die lijsttrekkersstrijd. Want er moet echt wat veranderen, niet alleen bij de Partij van de Arbeid, breder. En daarom pleiten we ook voor een doorbraak in de politiek. Ja, nieuwe wegen, een doorbraak in de politiek, dat ben Rutte worden. 20 tot 30 zitten, zes jaar, dat ben natuurlijk een enorm soort. Ja. Is dat wel reëel? Ja, dat is heel erg reëel, want dit is het verhaal wat de politiek vergeten heeft. Ja. Rechts die heeft het alleen maar over flexcontracten en losse baantjes, daar zijn ze nog trots op. Maar links kijkt weg als er problemen zijn op het gebied van immigratie en integratie. PVV loopt mensen die hier al lang zijn, die hard werken, die meedoen, die kinderen gewoon goed meedoen op school, lopen gewoon te discrimineren. Er moet gewoon een nieuw bindend verhaal komen voor Nederland. Er zitten mensen echt op te wachten, ook dat er geluisterd wordt. Hè? Niet zo'n referendum opzij schuiven. Nou, dat verhaal, wat ik samenvat in sociale economie, menselijke maat centraal, grenzen stellen aan immigratie en integratie. Ja, mooi, onderscheiden je van die PvdA, weet je, uitstappen. Ja. 20 tot 30 zitten. Ja. Meestal en ik hopen, misschien komt Monas ik wel een orennaam van kandidaten op de lijst. Waarom nou nog net? Nou, die lijst is pas eind januari klaar te zijn. Drie weken geleden heb ik net nieuws aangekondigd dat ik niet meer bij de PvdA zat. Dus ik kan niet in drie weken zo'n lijst doen. We willen gewoon goed kijken. We willen echt een lijst hebben van mensen die actief zijn in de samenleving. Dus niet alleen maar ambtenaren en hoogopgeleide. Nee, de verpleegkundige, de leraar, de politieagent, de ondernemer, die moeten bij ons op de lijst. Die namen komen dus al januari. Nou, Safir, eerst dus Monas zien. Allereerste reactie, Arjen. 20 tot 30 zitten. Vrij ambitieus. Ja, anders, ik heb wel een vraag. Nou, want wat betjut dit nou eigenlijk voor de Partij van de Arbeid, Tingsto? Zult dit de partij exkeer dan? Nou, dat is wel te verwachten natuurlijk. Monas komt zelf uit de Partij van de Arbeid. Dan ben ik Partij van de Arbeid leden. Ik in Friesland, die hebben hun lidmaatschappen op zijn. Dus de kans bestaat best dat ze Monas kiezen. Nou, Oudrun Sneun, zag het wist wie een Lodewijk Asscher en Diederik Samsom, ik in de Ljouter IJsbaan. Want daarna op een dag hingen ze nog een debat in Grijns. Toen heb ik Samsom vragen wat hij daarvan verwachtte. Brengt een eigen partij van Monas exkeert dat de Partij van de Arbeid? Dit was zijn antwoord. Ja, dat hangt er vanaf welke koers die gaat varen. Hè. Ik zag een hele anti-Europese koers, heel erg anti-immigratie. Ik geloof niet dat sociaaldemocraten daar echt op zitten te wachten. Ja, anti-integratie, zo had ik soms van. Ik loon net dat PvdA-leden daar warm voor in zullen. Nou, ik heb natuurlijk nog mooi een vregenmonas, je steen aan Jonkemie. Samsom denkt dus net dat het de Partij van de Arbeid skeerd was, Sil. Wat denk je ook? Nou, volgens mij staat de Partij van de Arbeid nu op 9 zetels. Dus hoeveel slechter kan het gaan? En dit verhaal is niet een anti-integratieverhaal. Dit is een verhaal dat niet wegkijkt voor de problemen. Dus zoals Samson en Asscher zeggen van we vangen zoveel mogelijk asielzoekers op. Maar je laat ze vervolgens aan hun lot over. Ze komen in de bijstand terecht in kwetsbare wijken. Daar vind ik niks sociaal aan. Ik heb gewoon gezegd, liever asielzoekers minder, maar dan heel goed opvangen. Eromheen gaan staan. Dan te veel en die maar aan hun lot overlaten. En ook aan hun lot overlaten in kwetsbare wijken. Ja, we houden hier net op partijen, maar Partij van de Arbeid leden kennen wel degelijk
oerstappen naar jou. Daar hou je rek mee. Nou, kijk, de meeste PvdA-kiezers zijn al weg bij de Partij van de Arbeid. Er zijn 30 zetels weg bij de Partij van de Arbeid. En ik weet zeker dat heel veel van die mensen, dat heb ik ook gelezen in mijn mail, ook dit verhaal zullen gaan steunen. Maar niet alleen de Partij van de Arbeid, juist hem ook van heel veel andere partijen. Er zijn ook heel veel zwevende kiezers die nog geen keuze hebben gemaakt, die dit verhaal zeker zal aanspreken. We zullen het al wat je 15 maart, dan zullen de meesten de kiezers dus stemmen. En dan zal pas duidelijk worden hoe groot Mona's wordt. Ontzaf hier Den Haag.